Onze Elwin die zit te hijgen en toch moeten we nog naar buiten. Nou, wat ga je doen dan? Nou ja. Stelt je wou zo. Nou, dat is de goedemiddagwens van Elwin. Goedemiddag. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Het is vandaag maandag 12 augustus. En het is 13:20, schiet net over. En het is volgens Google is het 26 graden. En ik zei al, het is maandag en jullie horen een kopje teruggezet worden door onze... Wat? Willy. Wat? Nou, jij zette je kopje terug op je schoteltje. Oh, ja. Dus dat dus. Oh. En ze hebben weer een luchtige jurk aan. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Nou ja, die heb ik ook aan. Moet ook. Moet ook. Ja, met spaghettibandjes. Dus. Maar ja, komt dan helemaal goed. Daar waren we dan. Moet ik nog een lippenstift op, maar dat komt ook nog wel goed. Ja, en... Vandaag weer een drukke dag, want ik loop heel slecht op deze schoenen nu vanwege dat ik een blaar heb. Maar ja, gaat ook wel weer goed. En op mijn oude schoenen, hè. Meestal krijg je geen blaren op oude schoenen. En dan heb ik mijn nieuwe schoenen wel staan die ik vorig jaar gekocht heb. Je staat zwemmen in je schoenen, anders krijg je geen blaren. Ik weet het niet. Meestal wel. Want mijn voeten die waren koud, hoor. Dan dat kan best. Maar in ieder geval, ik heb ook goudkleurs ballerina schoentjes. Die had ik vorig jaar al gekocht. En die ben ik nog steeds aan het uitlopen. Dus dat gaat niet in één keer. Dus, en die zolen, de binnenzolen, die kraken. Omdat mijn voetzolen daarop slippen. Ja, en dan moet ik er talkpoeder in doen. Daar heb ik ook al naar gekeken via Google. Dus ja, ik zoek er nog nieuwe schoentjes die lekker lopen en niet kraken en piepen en doen. Dat houdt in dat ze niet betaald zijn. Ja, nou, ik heb genoeg om betaald, ze waren duurder dan ik dacht. En ik moet om een kattenstaart uitkijken, ook dat nog. Maar in ieder geval, ja, we gaan... Ik moet de computer nog aandoen en ik moet iemand van die toerit helpen. En ik moet nog ook een speciale vlog maken, dat gaan we ook vandaag doen. En die moet ik gelijk ook naar de computer doen, moet ik gelijk in elkaar zetten. Want dat gaat om een hondje. Ja, dus dat gaan we gewoon straks doen. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze en geniet ook een beetje met ons mee. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, en net dat ik dat zeg, gaat Rijke ook weer tekeer. Weet je dat? Komt een motor thuis. Ik zal er eerst even binnen roepen, want dit gaat zo niet. Even geduld. Rijka. Rijka. Oh, nog een hondje. En dan doen we nog een kleine haakje. Ja, motortje. Ook zometeen de gewichten even ophalen van de klok. Ook dat moet. Maar ja, waar waren we gebleven? Ja. Was weer thuis, want ik ben even heel even weg geweest naar twee schoenenwinkels. Want ja,
Ik heb deze schoenen altijd aan. Ik weet niet of jullie dat zien, dat er zit een strikje op. Het zijn ballerina's. Ik heb boven nog wel nieuwe ballerina's, goudkleurige, maar die ben ik ook nog aan het uitlopen. En dan moet ik nog talkpoeder voor halen. Want die binnenzol die kraakt langs mijn voeten, omdat ik blote voetenstromers heb. Want dit zijn eigenlijk mijn zomerschoenen. Want ik heb al sandalen, maar die zijn de omvang, de riempjes, de versiering is mijn te wijd. Ik heb namelijk lange voeten, maat 39. Maar qua breedte zou ik bij wijze van spreken 37, 38 moeten hebben. Maar dat pas ik de lengte weer niet. Dus, maar door gisteren heb ik bij mijn linkervoet een blaar opgelopen. Onder de bal. Nou, niet onder de bal. Nee. Even zoeken. Ja, zeg maar. Van mijn, onder mijn teen. Hier al. Ja, nou, dat is niet leuk. Dat ik nou een blarenpleister op zit. Ik kan er niks aan doen. Het is nou helemaal zo. Maar ik heb wel veel geld weer uit moeten geven. Want je moet toch eens een keer fatsoenlijke schoenen. Nou, Skechers. Ja, er staat geen T in. En toch spreek je het uit met een T. Skechers. S-K-E-C-H-E-R-S. Nou, ik laat jullie gewoon zien wat erop staat. Dat dus, als jullie het nou gezien hebben. En ja, Europa, maatje 39. Maar ik heb ze ook even in laten spuiten vanwege regen, etc. En dat kost 4 euro extra. En nou schrik niet, maar ik schrok wel. Ik denk, ik moet toch. Dat dus. Ja. Ik heb wel weer zwarte. Wat ik belangrijk. Oh, zwart. Dan kan dat papiertje er in ieder geval af. Ik ga geen papiertjes. Ik moet dat papiertje er wel af willen, hè? Ja. Hop. Dat moet er nog af. Oh, dat is zo, op zo'n dingetje met zo'n kettingje. Vroeger zat er altijd mee te hammen. Ja, kijk, het lukt wel. Kun je altijd bewaren, dat kettingje. Kun je altijd voor iets gebruiken. Ja, want ik heb er. Nee, daar zit niet in. Hé, is dat balen. Maar ik haal altijd wel die papiertjes eraf. Zo van binnen, zo van buiten. Hoppa. Even nou daar pulken. Ik hoef niet. Maar Marianne, die heeft ook een soort schoentjes. En zij zegt, nou, je kan ze wassen. En ze lopen zo lekker, maar je kan ze niet wassen. Hoe dan? Ik heb navraag gedaan. Dus. Maar ik ga ze lekker aandoen. En dan loop ik sowieso binnen er eerst op. En dan, omdat ik die blaar heb, buiten met de honden, toch die oude. Omdat die lekker wijd zijn. En dan ga ik met mijn rechtervoet een beetje iets slobberen, dat ik me niet zelf pijn doe. Maar ja, ik ga ze even aandoen. En laat ik het jullie even zien. Het zijn dus wel dichte schoenen en veel verder dicht dan de ballerina's. Maar oké, dan kan de pret niet drukken. En dan moet ik niet mijn eigen velletje pakken. Met zo. Ja. Ja, en ik heb daar ook eigenlijk een sneetje, een plekje. Moet ik eigenlijk ook een pleister op doen, want dat doet ook zeer. Met, het is nog niet open. Van die gouden ballerina's komt dat. Dus ik moet er wel wat op hebben. Het doet wel zeer. Hop. En ik geloof dat de droger nog hoort draaien. Ik weet niet.
wat dat ding heb. Nou, ik vind het mooi. Ja. Ik laat het jullie zien. Nou ja, dat zijn mijn ballerina's. Nou ja, kijk, en dat is gewoon helemaal kapot. Nou, heb ik tenminste hele schoentjes aan. En er zit volgens mij ook een verhoging in de binnenschool. Dus, nou ja, in ieder geval gaat dat weg. Dus ja, dat heb ik eventjes gedaan. Want het was nu niet fijn meer om op die schoenen lange afstanden te lopen of wat dan ook. Dus ja. En nou ja, ik toch deze schoenen kennen bij lange broeken en alles. Ja, die schoen ballerina's ook wel, maar ik heb weer wat heels aan. Laat het zo zeggen. En toch ga ik ander jaar ook weer om ballerinetjes kijken. Want het zijn gewoon lekkere schoentjes om te lopen. Als ze je me niet zeer doen, zoals die gouden. Ik heb altijd nog zwarte gehad en toen zag ik die gouden vorig jaar. Ik dacht, dat vind ik ook wel leuk, is weer wat anders. Een naturele kleur eigenlijk, past bijna bij alles. Dus ja, dat dus. Want zo ben ik. Ik moet iets hebben wat bij alles staat. Bij sportieve kleding, zowel bij een lange jurk of wat dan ook. Ja, ik loop ook al zelfs met sportschoenen erbij. Ja, ik kan ook wel gympjes aandoen. Maar om nou te zeggen, oh wat leuk, wat leuk, wat leuk, nou, nee. Dus, dat dus. Hé jongens, nou. Ze zijn ook best dun en afgelopen. Als je die zolen ziet, echt. Wel grappig. Maar ja. Een ander loopt een half jaar op hele dure wandelschoenen. Maar ik loop diezelfde tijd loop ik op hele goedkope schoentjes. Zoals die ballerina's. Nou ja, hoe oud zal die zijn deze? Ook alweer 3-4 jaar. En die gouden, ja, die heb ik vorig jaar gekocht. Dus ja, die heb ik nog niet veel aangehad, omdat het mij pijn doet. Ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik ga eventjes wat voor mezelf doen. Want ik heb nou een vliegen en een draad geweest op de valreep. Want ze waren alweer bezig eigenlijk de winkels te sluiten, terwijl het nog niet eens niet 6 uur is. Dus hoe dan? Scapino die was al aan het opruimen, want het was bijna 4:30. Toen dacht ik van, waarom opruimen? Doe dat om 5 uur of 4:15, want 6 uur sluit je. Ja. Maar in ieder geval, dat dus. Zo. En hoppata. Ik ga dus even wat lekker voor mezelf doen. En ik ga wat drinken pakken. En ik... Nee, zoals ik al zei. Ik weet nog niet wat. En ik moet trouwens ook 2 vlogs in elkaar zetten. Ik heb er eentje gedaan. Maar dat was een spoedklus. Die moest gedeeld worden, dus dat dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet van het prachtige, heerlijke weer. Het is 28 graden, zegt ze daar. Op de computer ook. Zo te zien op de telefoon ook. Nee, het is 28 graden en voelt als 29. Een graadje hoger. Maakt niet uit, ja, het is heerlijk. Ik vind het lekker. Ja, gewoon zeilen. Want ik kijk zonder jas. Ik kijk lopen zonder jas op de boosterweg. Heerlijk. Ja. En dan kwam er nog eentje tegen. Ja. Nou, zij doet niet de mond open. Dus waarom zal ik ook een mond open doen? Want ik mag er niet. Nee, ik noem geen namen meer. Ik heb haar ooit geholpen. Ja, met dierenvoeding en alles. Ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Doei. Nou, Rijka, die ligt daar lekker. Hé? Ja. Hoe ga je verder uitrekken? Mag ook. En hier zit Elwing. Die zit lekker te wachten. Totdat we gaan lopen, hè? Ja. Wij gaan zo lopen. Maar het is nog 24 graden. Dus het is nog warm. Ik kan nog zo lopen. Ik ben wel mijn vest, maar je weet me nooit, die heb ik trouwens altijd bij me.
Soms vergeet ik hem wel eens, maar meestal ligt hij in mijn mandje. En vooral met dit weer, want je weet me nooit niet hoe het op de hoek is. Daar kan je soms nog wel eens een frisse wind staan, ondanks dat de rest warm is. Kan daar een frisse wind staan en dan op je schouders. Nou nee, ik wil niet ziek worden. Nee, dat dus. Maar als we terugkomen, dan gaan wij lekker naar een bedje toe. En dan zet ik eerst die ventilator aan. En dat vinden de meisjes ook lekker. Eventjes lekker afkoelen. En dan lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. En ja, ik weet niet eens wanneer de Juttersmarkt afgelopen is. Ik ga eens even kijken. Eventjes koekeloeren. Internet, want de computer staat al uit. Hop. Wanneer laatste Juttersmarkt 2024. Ho, 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 ho. 3 september pas. Ja, dat duurt nog eventjes. Ja, dat duurt nog eventjes. Dus we gaan morgen gezellig, als Erwin is geweest, naar de Juttertjesmarkt. Ja. En daarna weer naar Marianne toe. Ja, onze pitstop voordat we naar huis toe gaan. Dan drink ik dan lekker een bakje koffie of lekker genieten met Marianne. En jullie gaan gewoon weer mee op de markt. Ja, hoef ik niet altijd te vloggen of ik moet iets nieuws zien. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik zal de loop-app aandoen. Daar, oh. Voilà. Dus ja, dat dus. Dus lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.